Vandaag zitten we in Minecraft met deze super zieke Lucky Blocks. Ja, deze Lucky Blocks zijn zeg maar geen normale Lucky Blocks. En Giel en ik moeten allebei binnen 10 minuten zo sterk mogelijk worden. Want na 10 minuten gaan we tegen elkaar vechten. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken met deze Lucky Blocks. Oké, Giel, wat is dit? Dit is een Lucky Block. Ja, maar dit is een hele aparte Lucky Block. Zou de pro die hebben gemaakt of zo? Is het de Lucky pro? Block? Nee. Dit is een... Maar wat moet je doen met een Lucky Block? Die moet je toch gewoon openen? Ja, die moet je openen, maar wie durft het? Ik durf het. Oh, wat? Wat heb jij dan? Is een Core of Resistance. Core of Resistance? Oh, daar kan je echt... Press F to be resistant. Oké, zal ik F drukken? Ja, doe het, doe het. F. Wow! Wat? Normaal. Nee, dit is waarschijnlijk een soort van een totem, weet je wel. Sla mij eens. Een speciale totem. Kan je mij slaan? Bam. Oh, wat? Ik krijg geen damage. Oh, wat? Oh, Giel, deze ga ik nodig hebben over 10 minuten. Dan gaat dit makkelijk gevecht worden. Oh, ik hoop dat ik die ook in krijg. Nou, Mick, veel succes. Yo, doei doei. Oké, nou laten we gelijk meer Lucky Blocks gaan openen. Want ik hoop gewoon dat ik een goed wapen krijg. En ik heb hier nu een hoe. Oftewel, ik kan nu, ja, supergoed farmen. Maar ik heb wapens nodig. Oh, maar er kunnen ook slechte dingen in de Lucky Blocks zitten. Oh my god. Dat is diamonds. Dat zijn diamonds. Oh, wishing well. Wat? Wat gebeurde? You wish the rain. Wat? Ik snap er helemaal niks van. Ik zie daar. Oh, dat was Giel. Oh, dat was Giel's Lucky Block. Oh, en ik mag er nu een mondje in gooien. Oké, dit ken ik wel. Oké, en wat krijg ik? Allemaal bloemen. Ah, daar ben ik niet heel blij mee. Ik heb wapens nodig. Want deze Lucky Blocks kunnen ook wapens geven die niet in de game zitten. Dit is een poepbow met smel 5. Oftewel, hij stinkt heel erg. Wat? Oké, misschien als ik daar Giel mee schiet, dat hij dan ziek wordt of zo. De challenge. Oh, ik wil dit eigenlijk nog niet drinken. Ik ga toch wel drinken. Ik ben gewoon heel benieuwd. Wat geeft dit mij? Het geeft me helemaal niks, volgens mij. Oké, wat is hier gebeurd? Jeetje, meneetje. Dit heeft denk ik al één Lucky Block gedaan. Ik wil wapens. Ik heb dat resistance al. Dat is al super chill. Daarmee kan ik al best wel veel. En what? Dit zijn echt mega grote irons. Oké, wacht. Als ik nu een boom ga hakken en ik maak daar een crafting table mee, kan ik misschien met deze grote irons een mega groot zwaard maken. Oeh, dat zou echt wel heel erg vet zijn. Oké, laten we vast een crafting table maken. Let's go. En dan hebben we nog één hout nodig. Daar kunnen we dan zeg maar sticks mee maken. Want zoals ik net al zei, met deze er zitten allemaal speciale wapens in door deze Lucky Blocks. Dus ook dit bijvoorbeeld. Oké, is dit een giant sword nu? Nee, oh nee, dit is een normaal zwaard. Oké, ik kan dus geen giant sword maken. Wat gebeurt hier? Ik ben opeens in het water. Dat wil ik niet. Oké, laat ik gewoon snel weer nieuwe Lucky Blocks gaan zoeken. Deze Lucky Block bijvoorbeeld. Wat zit daarin? Iets van een wapen. Wow, oh my god. Een mega grote. Oh, wat heb ik met deze dingen? Woe, wat? Giel die heeft een of andere nether portal gekregen. Oké, ik moet even wat verder. Want ik zie allemaal wat dingen die Giel krijgt. En straks ziet Giel ook dingen die ik krijg. En dat wil ik niet. Wat gebeurt hier? Wow, wat is dit? Wat? Ik ben opeens op een platform. Ben ik nou gespannen op een mega grote Steve? Ja, volgens mij wel. En er zit hier een lever bij. Oh my god. Is het een mega grote Lucky Block? Oh, wat? En we krijgen weer mega grote iron. Maar ik heb helemaal niks aan mega grote iron. Oké, wat hebben we hier? Krijgen we hier? Oh nee. Oké. Ik heb een zwaard. Nee, dit ga ik niet overleven. Ik had toch dat resistance? Ik had dat resistance. Waarom werkt dat resistance niet? Oh my god, er zijn hier heel veel dingen. Oh nee. Ah, ik wil... Geef me even iets leuks. Iets van een zwaard. Oh my god. Wat is dit? Destruction. Oh, wat? Bro, wat? Oh my god. Withers? Ik weet niet wat hier al... Zo, maat. Ik dacht zeg maar, deze Lucky Blocks die gaan me helpen. Die gaan me een goed zwaard geven om tegen Giel te gaan vechten. Maar op dit moment zit het niet echt mee. Want Lucky Blocks kunnen ook pech geven. En dit is wel chill, want ik heb echt wel eten nodig. En ik ga, ja, ik ga dood, denk ik. Wat? Nee, maar... Oh, jongens, ik kan op deze manier niet spelen. Nee, oh, ender chests zijn wel heel chill, maar ik ga oprecht, ik ga dood. Oké, chop. Ik moet hier echt even weg, Kijk wat hier allemaal is. Dit is niet te doen, dames en heren. Dit is oprecht niet te doen. Oh my god, hier zijn echt allemaal mobs. Oké, kom op, geef me even iets. Ik heb iets nodig, jongens, de tijd gaat snel. Ik heb nog maar 6 minuten of zo. Oh my god, straks heeft Giel allemaal wapens en zo, want er zitten hier echt mega lijpe wapens in. Oké, wat hebben we hier? Oh, dit is... Dit was een mega grote pickaxe. Oké, dat is oprecht wel cool. Maar ondertussen heb ik een wither en alles dat me achtervolgt. En op deze manier kan ik toch niet spelen, dames en heren. Oké, wat is dit? Oké, dit ziet er cool uit. Rainbow Archeon of zo. Ik heb geen idee. Oké, wat is dat? Ice Bucket Challenge. Wat? Oké, kan me dit alsjeblieft even helpen? Oké, ik moet denk ik maar accepteren dat deze withers mij gaan killen. Oké, op dit moment heb ik dus wel een home met Sharpness X. Dat had ik nog niet gezien. Want die doet wel 6,5 damage. Dus dat is op zich best wel chill. Maar ik wil even...
even wat meer hebben. Oké, okay, laat ik even kijken of ik iets kan vinden. Ik had toch zo'n pickaxe? Oh, die pickaxe heb ik niet opgepakt. Oké, okay, we zien hier nog heel veel van die geweldige Lucky Blocks. En ik moet gewoon even niet aangevallen worden door die withers. Want er zijn heel veel withers. Oké, okay, wat hebben we hier? Dit is... Wat is dit? Er explodeert iets, maar ik heb geen idee wat. Jongens, wat is dit? Oh, dit is een mega grote nether portaal. Oké, okay, er is hier echt veel chaos, dames en heren. Oké, okay, wow. Dit is dus een put waar ik een muntje in kan gooien. Maar ik heb op dit moment geen muntje. En oh, hier valt... Oh, diamonds. Yes. Oké, okay, dat is top. Want die diamonds die ga ik nodig hebben. Want met diamonds kan ik daar misschien wat armor maken. En dat is wel altijd super chill. Maar er zit dus gewoon in deze game gewoon echt mega goede dingen. En die wil ik even hebben. Je hebt gewoon speciale zwaarden en dat soort dingen. Oké, okay, kom op. Oké, okay, wat gaat hij me geven? Rainbow Argon. Wat is dit? Wat ga je me doen? Wat geef je me? Rainbow Argon. Gained you a gift? Hè? Dat is de gift. Maar mijn inventory zat vol. Kreeg ik nou de gift niet? Werkt dat echt zo? Dat meen je toch niet? Oh, en ik word weer aangevallen. Door wat word ik aan? Oh, de Wither. Natuurlijk de Wither. Oh, natuurlijk. Kom op. Oh, god. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Dat was heel wat TNT. Oké, okay, misschien heeft dat de Wither gekild. Nee, natuurlijk heeft dat de Wither niet gekild. Maar wat is dat in de lucht? Oh, ik moet dat hebben. Oh, my god. Dat is een super zeldzaam zwaard volgens mij. Oké, okay, maar de Wither die wil me ondertussen killen. Oké, okay, dit is niet fijn. Dit is niet fijn. Wither, doe het nou niet. Oh, my god. Ik moet dat zeldzame zwaard hebben. Oké, okay, kom op. Kom op. Waar? Oké, okay, daar is hij. Daar is hij. Maar dit is niet te doen door die Wither. Oh, my god. Oh, my god. Oh, 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 oh. Oh, 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 jongens, ik wil dat zeldzame zwaard. Maar die Wither, die verpest het helemaal. Oké, okay, ik ben alweer gekild door die Wither. Maar ik weet wel dat dat zeldzame zwaard, die gaat volgens mij niet zo 1, 2, 3 weg. Dat hoop ik tenminste, want die zwijft daar in de lucht. En ik denk als ik dat zeldzame zwaard heb, dan moet ik toch wel Giel aankunnen. Laten we heel eerlijk zijn. Oké, okay, die Wither is daar. Waar is die zeldzame zwaard? Die was toch ergens hier? Oh, daar komt hij weer op me af. Hij komt weer op me af. Ja hoor. Oh, en ik ben dat zeldzame zwaard ook kwijt. Oké, okay, ik ga maar weer door met Lucky Blocks openen. Oh nee, daar is het zeldzame zwaard. Daar is het zeldzame zwaard. Maar die Wither, even serieus. Die Wither is echt heel vervelend. Ik moet het gewoon heel snel doen. Ik moet het gewoon proberen. Oké, okay, oké. Okay, ik zat hier in pure concentratie. Oké, okay, daar is het zwaard. Ik ben al veel te hoog. Kom op, pak dat zwaard. Yes, yes. The Corrupted Rainbow Sword. I don't know. Ik weet dat ik alleen nu niet dood moet gaan. Oké, okay, waar is die Wither? Kan ik die Wither... Oké, okay, oh, die Wither laat me met rust. Oh, daarom lukt het misschien. Ik dacht al, waarom lukt dit? Oké, okay, we hebben hier heel veel eten. Dat is super nice. Let's go. Oké, okay, even kijken. Waar is die Wither? Ah, let's go. Oh my god. Dit is echt te sterk zwaard. Oké, okay, kom op. Pak hem, pak hem. Nee, 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 nee. Ik moet die doodgaan. Ik moet die doodgaan. Ik wil die Withers killen. Want die Withers zijn heel vervelend. Want door die Withers kan ik geen... Ah, geen dinges openen. Kom op, Pik. Oh, pak die Wither. Pak hem. Oh, jongens. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oké, okay, als ik nu doodga met dit zwaard, zou het heel erg zonde zijn. Oh, 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 oh. Oké, okay, oké. Okay. Ik moet even HP krijgen. Oh, jongens. Kijk mijn HP. Oh, my god. Oké, okay, oké. Okay. Waarom krijg je HP erbij? Dankjewel. Ik krijg wat HP erbij. Oké, okay, we hebben nu een super overpowered zwaard. Dus dat betekent dat ik denk dat ik daar Giel wel mee aan kan. Maar die Withers, die zitten wel echt zwaar in de weg. En waarom kan ik hem nou niet slaan? Net kon ik hem echt zo makkelijk raken. Oké, okay, ik moet hier echt weg. Ik moet hier echt weg. Ik moet hier echt weg. Oké, okay, kom op. Mick, ga even onder water. Die Withers zijn zo irritant. Ik kan niet eens Lucky Blocks openen. Laten we even heel eerlijk zijn. Oké, okay, nu is het wel een stukje beter. En natuurlijk zit hij... Waarom kan ik even serieus... Waarom kan ik die Wither even niet raken? Die eerste Wither, die raakt ik zo ongelooflijk makkelijk. Maar die tweede, die wil gewoon niet geraakt worden. Oké, okay, let's go. Hoppakee. Eindelijk. We hebben hem gekillt. Oké, okay, dat is echt super chill. Want ik werd er helemaal gek van. De vraag is, gaan we nu meer Lucky Blocks openen? Ik denk het wel. Er zijn nog veel meer leuke items. Het kan goed zijn dat Giel al best wel wat heeft. Oké, okay, Giel die heeft ook last van de Wither, zo te zien. Oké, okay, laten we even gaan kijken achter deze Ender Portals. Of daar nog wat leuke Lucky Blocks zijn. Ik zie er hier nog een paar. Oh, ik zie daar ook een... Oh. Kijk eens wat ik daar zie. Ik zie daar een Elektra, Elytra, Elytra. Ik kom niet eens bij mijn woorden. Oi, 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 oi. Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Kijk eens. Dit zie ik. Hoppa. Oké, okay, wacht. Let's go. Deze weghakken. Boom. En dit weg. Nee, ik wil die. Ja hoor, een Elytra. Let's go. Oké, okay, dit is wel echt super chill, want dan kan ik een beetje vliegen. Oké, okay, let's open. Oh, wat krijgen we, wat krijgen we, wat krijgen we? Het is iets luckies. Oh nee. Nee, 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 geen pickaxe. Oh nee, oh nee, oh nee. Moet ik nou echt al mijn tijd gaan doen om dit weg te hakken? Ik word er helemaal gek hiervan. Oh my god. Oké. Okay. Ik denk wel dat die minuut er bijna voorbij is. En ik heb een heel goed zwaard en daar ben ik heel blij mee.
maar ik hoop dat dit me niet te lang gaat duren. Oké, ik ben weer vrij, dames en heren. Nog één lucky block en... Oh my god, het is een grote magma cube. Oké, laten we die even heel snel killen. Oké, nee, ik ga gewoon wegrennen, want volgens mij is de 10 minuten voorbij. Yo, Mick, ben je er klaar voor, jongen? Ja, Giel, ik heb 10 minuten lang lucky blocks geopend. En ja, deze lucky blocks waren wel een stukje anders dan normaal. Ja, dat wil ik zeggen. Heb jij ook allemaal gekke dingen meegemaakt, ja, of niet? Ik heb echt zoveel gekke dingen meegemaakt. Zie je niet wat ik in mijn handen allemaal heb? Dit zijn allemaal dingen die helemaal niet in Minecraft zitten. Nee, dat is waar. Jij hebt nog steeds dat ding, hè? Maar kan ik jou nog steeds niet slaan nu dan? Of... Ja, je mag het 1 keer voor mij proberen. Nou, dat is een half hartje. Een half hartje? Ja. Oh mijn god, wat gaat dit Ik durf jou niet te slaan, want... ik denk dat het een heel saai... Wat, Giel? Hoe kom je aan dat grote boog? Ja, dat is een mooi ding, hè? Wat? Oh my god. Ja, ik had deze. Waar is die nou? Nou, dit is niet het enige, hoor. Ik heb ook dit. Kijk dit. Ja, ik probeerde daar dus een chestplate van te craften, ja, maar toen ging ik dood. Dus dat was jammer. Ik probeerde ook dingen mee te craften. Dat lukte mij ook niet echt. Ja, dit was echt zo raar met die lucky blocks. Maar goed, genoeg gepraat. We moeten gaan vechten. Giel, ik wil je ook 1 keer schieten met deze, want ik ben heel benieuwd wat dit doet. Dit is namelijk een boog. Oké. Een hele sterke boog, vooral. Ik zal hem niet meer gebruiken, oké? Oké. Dat is wel zo eerlijk, want anders wordt het niet zo spannend gevecht. Oké, Giel, nou, laten we gewoon gaan vechten. Volgens mij hebben we hele overpowered wapens. Oh mijn god, wat gebeurt? Niet raken. Ik ga je pakken. Oké, Giel, ik moet heel eerlijk zeggen. Deze zwaard, die heeft 2000 damage. Nee. Hoe dan? Wat is dat? Maar ik kon er maar 1 keer mee slaan. En ik heb jou geslagen. Nu heb ik geen zwaard meer. Dat was speciaal. Oh mijn god. Ja, ik had die zeg maar gevonden op een best wel aparte manier. Er gebeurde iets heel geks. Het kreeg dat zwaard te beter. Klik hier om te kijken hoe Giel aan die enorme grote pijlen boog komt. Ik ben namelijk ook heel benieuwd. Ik denk dat ik ook even deze video ga checken. Ja, want zo'n enorme pijlenboog, die kon ik niet vinden. En Giel, die had nog heel veel vette dingen die ik niet had gevonden. Dus hey, klik snel, want het is echt heel erg ziek. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zeg ik, Mick out.